Hartelijk welkom mensen allemaal in deze eredienst. Ik wens u vanaf deze kant een gezegende Sabbat toe. Wij willen weer een nieuw gedeelte uit de Bijbel oppakken. En dat is vanuit de profetieën vandaan, zoals u hebt begrepen. En dat gaat over Jona. En dat komt ook heel mooi uit, want ook als u dat leest in de geest der profetie, dan leest u ook dat de goddeloosheid van de Korinthers heel ernstig was. En we gaan dus ook nu na de Korinthebrief Jona bespreken met z'n allen. En onderzoeken. Er is heel veel uit te halen, maar komt er misschien later nog eens op terug. Dat we nog meer kunnen behandelen in studiemiddagen of wat dan ook maar. Wij willen eerst met z'n allen die prachtige mooie psalm zingen. Psalm 25. Ziet u op het psalmbord staan? En daarvan vers 6, Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Zullen we daar straks ook over spreken met z'n allen. Had Jona dat? Had Henoch dat? Dat weten we wel zeker. Maar hoe zat het met Jona? Hoe zit het met de Sjatugemene kerken? Wie heeft lust den Heer te vrezen? Laten we samen Psalm 25 vers 6 als intochtslied zingen. Als de eerste engelenboodschapper, zoals u zult begrijpen, vreest God en geeft hem de heerlijkheid. Ja, wij zullen het gezegend aardrijk erven. Die mogelijkheid hebben we allemaal. Met in het bijzonder zelfs nog levend. Maar voordat we willen starten met deze eredienst, willen we natuurlijk eerst de Heer zoeken in gebed. Mijn verzoek is daarom ook van u, of u met mij mee wilt bidden, om die geweldige waarheid in ons hart te mogen krijgen, door Gods Heilige Geest natuurlijk, maar ook in het bijzonder om die geweldige waarheid aan anderen mee te kunnen delen. En te bidden voor ons allen, ons broeders en zusters, mensen die ziek zijn en hoe het met de wereld momenteel gesteld is. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we komen weer voor uw heilig aangezicht om u te danken. Te danken dat we weer geroepen zijn door u, dat we van alles weer kunnen en mogen doen en hebben gedaan afgelopen week, maar dat we nu ook weer Sabbat mogen hebben. In ons hart rust mogen vinden bij u. Het wordt steeds heftiger in deze wereld. Pestilentie is volop gaande. Honger en zwaard en pestilentie zullen komen, dat hebt u ook gezegd. En het wordt steeds heftiger, steeds ernstiger. We hebben u daarom nodig in uw woord dat we ook gaan beseffen wie we moeten zijn, hoe we moeten veranderen naar uw beeld. U bent het die het wil en werken moet doen. U bent het die ons kracht kan en wil geven. We bidden daarom, Heer, of u onze fouten en gebreken ook wilt vergeven. Die wil ook wekelijks weer doen, dagelijks doen.
Heer, het moet totaal stoppen bij ons mensen. En dat is mogelijk door uw kracht. We bidden daarom ook of u bij die mensen wilt zijn die ziek zijn, verdriet hebben, alleen zijn, het moeilijk hebben. Er is heel veel verdriet in deze wereld. Geliefden hebben verloren, kinderen hebben verloren. Vooral ook in die periode, in die kleine Jacobsbenauwdheid, wat komt. Een verschrikkelijke tijd gaan we tegemoet. En toch weten wij dat u bij ons wilt zijn en zult zijn. Kom daarom over ons, ook in deze eredienst, met uw Heilige Geest. Omdat het een ontzettend belangrijke eindtijdprofetie is wat we hier met z'n allen bespreken. Dat bidden we en smeken we van u, niet omdat wij dat hebben verdiend, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde Heer, zijn naams wil. Uit vergeving van nogmaals van al onze fouten en gebreken. Amen. Vreest God en geeft hem de heerlijkheid. De eerste engelboodschap, hoofdstuk 1 van Jona, is dat. Want laten we maar eens kijken hoe dat toen ging en hoe dat nu weer gaat en al is gegaan. We willen eerst daarom naar Exodus 20. De eerste vier geboden duiden dus duidelijk aan dat we God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest, lof en eer geven. God, de Heilige Geest, werkt namelijk in ons om dat ook te bewerken. Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zal de Heere God weer doen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Alles wat met zelfzucht te maken heeft. En dat was ook bij Jona het geval. Pas op, gaan we over spreken. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelf. Dat is vreest God en geeft hem de heerlijkheid. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. Tot zover deze prachtige mooie wet. Vooral met de eerste vier geboden natuurlijk. Omdat we daar de Heere lof en eer in prijzen. We willen weer een totale eredienst doen in die zin dat we niet meer met de voorstudie van de Romeinenbrief bezig gaan. Maar nu echt ons helemaal in concentreren op Jona. Helemaal op Jona. En dus ook in de eredienst. In de voorverkondiging en in de grote verkondiging. Dat hebben we ook wel nodig, want we zullen toch lang niet alles kunnen behartigen. Want, even het eerste vers. En het woord des Heren, Jona 1, vers 1. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende. Dus God spreekt tot Jona. En God spreekt ook tot zijn volk. U kunt nu één op één zien dat Jona is een perfect voorbeeld,
Nou was hij het perfecte voorbeeld maar voor het volk, want het is nog veel verder bij Gods volk, het moderne Israël spreken we dan over. Hoe deze momenteel reageren. Want wat voor opdracht hebben Gods volk en heet Jona? Moet je goed meenemen. Vers 2. Maak u op. De zevende dag. De Adventisten moesten hun opmaken na 1844. Maak u op. Ga naar die grote stad. En dus de grote stad. Rome. Chatecumene. Nineveh. En spreek tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Gaan we eerst natuurlijk naar Openbaring 18 vers 5. Het is belangrijk dat we weten dat we een opdracht hebben. Gods volk heeft een opdracht. En dat is vers 4, dat is de opdracht. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, Openbaring 18 vers 4, zeggende, gaat uit van haar mijn volk. Dat mijn volk moet je altijd goed in de gaten houden. Dat zijn alle kerken. Opdat gij aan een zonde geen gemeenschap hebt. Dat was ook de opdracht van Jona, ook van Gods volk. En opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En dan komt vers 2 natuurlijk. Boosheid is opgeklommen van voor mijn aangezicht. Dat vinden we ook dus in vers 5 van Openbaring 18. Want haar zonden zijn de een op de ander gevolgd tot den hemel toe. En God is haar ongerechtigheid, wetsovertreding, gedachtig geworden. En dan komt vergeld haar enzovoort. Dus Jona had een opdracht. En wij hebben vorige keer al in 5 getuigenissen, bladzijde 482, en daar wil ik eerst met u naartoe. 5 getuigenissen als aanrakingsvlak. Bladzijde 482, daar zijn we gestopt. Of gestopt, in de vorige eredienst ergens ook weer mee begonnen. 482, want wanneer is die afval gekomen binnen Gods volk? Wanneer? Wanneer is echt de start geweest? Precies in de midden. Dat heb ik u vorige keer ook gelezen. Vorige eredienst. R28. Van de Korinthebrief. In de midden. Op bladzijde 482. Na het verstrijken van de tijd in 1844 kwam fanatisme, de gelederen van de Adventisten, binnen. God gaf boodschappen van waarschuwing om het kwaad dat binnen kwam te stoppen. Sommige mannen en vrouwen gingen te familiair met elkaar om. Er was geen zuiverheid van gedachten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mag u allemaal nog nalezen, maar het gaat ons nu om de start. 1844. Dus fanatisme toen al. Als we dat weten, dan gaan we ook even naar eerste geschriften toe. Dat we het wel even goed vanaf de basis goed neerleggen, dan zeg je, ja, maar klopt dat wel? Nou, we laten u merken hoe ernstig de situatie binnen Gods volk is ontstaan na 1844, direct al. Dus dit ging over familiariteit en onreinheid, laten we het zomaar even uitdrukken. En dan gaan we naar bladzijde 81 van eerste geschriften. En dat is de tijd van de inzameling, voor degenen die de nieuwe boekjes hebben. Dat is allemaal bladzijde 80 is dat, in dit oude boekje nog. En dan in 81 erbovenin, toen zag ik met betrekking tot het gedurig, dus inhoudelijker is dit, leerstellen. Dat andere was zedelijkheid, onzedelijkheid, onreinheid, mag je alles noemen, en dit is inhoudelijk. Was daar toen ook iets mis binnen de Adventgemeente, die toen startte als het ware met de Millerieten. Toen zag ik met betrekking tot het gedurig van Daniel 8 vers 12, dat het woord offer daardoor menselijke wijsheid aan toegevoegd was en niet bij de tekst behoorde. En dat de Heere het rechte inzicht erin gaf aan degene die de roepstem van het uur des oordeels deden horen. Dus diegenen die het rechte inzicht hebben in die eindtijdgeschiedenis, let op, die zullen ook de roepstem van het uur des oordeels doen horen, even in onze tijd. Toen er eenheid heerste, dus eenheid is ontzettend belangrijk, voor het jaar 1844, een millerietenperiode natuurlijk, beseft u, hadden bijna allen hetzelfde inzicht over het correcte begrip van het gedurig. Maar in de verwarring, daar komt hij,
Sedert 1844 zijn er andere inzichten aangenomen. En duisternis en verwarring zijn erop gevolgd. Sedert 1844 is tijd geen toets geweest en zal nimmer meer een toets zijn. Nou, dan komt het later nog een keer over. Niet meer op tijd gegrond zijn enzovoort. Maar wat hebben we nu? Leerstellig fouten. Onreinheid fouten. Nou, dat is het begin, de start waar ik mee starten wil. Dat moet u goed beseffen hoe ernstig is die situatie. En in principe is dit de opdracht voor de adventisten om de eerste engelenboodschap te brengen. Hoofdstuk 1 is ook de eerste engelenboodschap van Jona. En laten we dan eens verder gaan. Dus die boosheid is opgeklommen in Nineveh, Tjadkemenekerken, voor mijn aangezicht. En dan vers 3. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus. Moet u zich eens voorstellen. Te vluchten naar Tarsus. Krijgt de opdracht, we gaan naar Tarsus toe. Van het aangezicht des Heer. En Tarsus even niet verwarren met Tarsus. Misschien maar één lettertje, een U of een I. Maar Tarsus ligt in Griekenland. En Tarsus is een Romeins gebied, zoals je weet. Tarsus kwam Paulus vandaan. Van de dag is des Heren, hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsus en gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsus. En wat deed hij? Van het aangezicht des Heren. Ja, dat is niet zo best natuurlijk. Hij voldeed niet aan zijn roeping. En dan gaan we naar, let op, Jeremia. Jeremia 26. Jeremia voldeed wel aan zijn roeping. Dus dit heeft niets met Jeremia te maken. Dat voelen we ook al een beetje aankomen. Werd in de put gegooid. Wat ze allemaal niet met hem deden. Was verschrikkelijk. Maar er was ook iemand anders. En dat was een Uria. Jeremia 26 vers 20. Een klein stukje is dat maar. En dan gaan we dat zien. Ook Jona vluchtte. En deze Uria vlucht ook. En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Jeremia 26 vers 20. Er was ook een man die in de naam des Heeren profeteerde. Uria, de zoon van Shemaja, van Kiriat Jaarim. Die profeteerde tegen deze stad. Ah, dat is ook een stad. Dat is interessant. En tegen dit land. Naar al de woorden van Jeremia. U kunt zich ergens iets voorstellen dat hij Jeremia nadeed. Mag ik het zo noemen, want na al de woorden van Jeremia. Dus Jeremia had een hoop verkondigd. En je zou bijna zeggen, Jeremia krijgt steun van iemand, die helpt hem mee. Ik zou dan zeggen, er komen er 70 aan bij de Heer Jezus, die gaan meehelpen. En wat blijkt, als het te pijnlijk wordt, als u mijn bloed niet drinkt en mijn vlees niet eet, dan kunt gij geen discipel van mij zijn. Dat vertrokken al die 70. En wat doet deze Uria? Spreekt ook naar de woorden van Jeremia. En als de koning Joachim, mitsgaders al zijn geweldigen en al de vorsten, let op, vorsten, wereldleiders, ook Ezekiel 28 natuurlijk, zijn woorden hoorden, zocht de koning hem te doden. Als Uria dat hoorde, vreesde hij en vluchtte en kwam in Egypte. Maar de koning Joachim zond mannen naar Egypte. In de wereld dus. Elnathan, de zoon van Achbor, en andere mannen met hem in Egypte. Die voerden Uria uit Egypte en brachten hem tot den koning Joachim. En hij sloeg hem met het zwaard en wierp zijn dood lichaam in de graven van de kinderen zijns volks. Eén op één kunnen we zien, eerste tot en met derde plaag in onze tijd. Let op, dan gaan we naartoe. En dan vers 24, wat gebeurde er dan met Jeremia? Maar de hand van Ahikam, de zoon van Safan, was met Jeremia. Dat men hem niet overgaf in de handen des volks om hem te doden. Dat zijn dus de Henochs. Neem hem even mee, we hebben veelvuldig over de Henochs gesproken. En dan, maar, er gaat iets gebeuren. Zijn mensen die vluchten voor het aangezicht des Heren. De kerk van de zevendedags Adventisten zit er boordevol van. Want ze doen niet meer wat God heeft gezegd. Dat hebben we toch duidelijk gezien. Fanatisme en in de leer. Het gedurig zijn ze totaal niet meer op de hoogte
De twee tjaats die hier hangen, 1850 tjaats, in het bijzonder staat het gebeuren heel duidelijk op en vernoemd. Dus ja, dan moeten ze straks ook voor de consequenties instaan. Want, maar de heren wierpen grote wind, vers 4, op de zee. Zee zijn volkeren. En wind, weten wij ook, zijn ook die weeën die komen tot stand. En die zijn volop al tot stand gekomen. Zie de studie. Gods volk in de verdieping van zijn boodschap in Openbaring. Dan beseft u dat die derde wee nu volop gaande is. En op de zee ook al is geweest. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip, schip is ook het volk, is ook de ark, is ook de kerk, is de gemeente, zodat het schip dacht te breken. Wat gebeurde er in de woestijn bij de letterlijke Israëlieten? Mozes viel met een heel klein foutje. Aaron maakte een hele grote fout. Bijna viel het hele volk in de woestijn. En dat is hetzelfde wat ook zuster Wijten zegt in de geestenprofetie, door God aangegeven dat de kerk niet zal vallen. Er is en blijft een overblijfsel staan. En dat weten we in Sion. Dus onthoud dit goed, zodat het schip dacht te breken. Maar het brak niet. En dan verder. Want als wij lezen, toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Wat wierpen zij allemaal in die zee? Allemaal vaten. Vaten, wat is dat? Economie. Vaten is goederen. Dus zij zaten midden in een afgoderij. Dat moet je onthouden. Het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jonas was nedergegaan aan de zijde van het schip. Nu moet je opletten. Het is perfect Laodicens. Hij lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Onvoorstelbaar. Wat kon deze Jona goed slapen? U beseft al, de hele Adventkerk momenteel slaapt. Die slaapt echt. Het is niet voor te stellen, zeg ik altijd. Zoals u weet, ik kom uit de gereformeerde kerken vandaan. En dan kom je in die Adventgemeente en zeg ik, nou, het is toch geweldig wat zij mogen weten. En dan kom je dieper in die kerk en dan zeg je, waarom gebeurt hier niks? Wat is hier aan de hand? Ja, een diepe slaap. En dan komt de opperschipper. Moet eens opletten. De opperschipper komt. U kunt zeggen, God gaat iets doen. Want hij is de opperschipper. Hij stuurt het schip. Het schip is de ark, is de gemeente, is de kerk. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem. Wat is u, gij hardslapende Laodicensen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God ons gedenken dat wij niet vergaan. En dan moet u eens voorstellen wat daar gebeurt. Daar gaan we nog niet helemaal naartoe, maar hij is die hardslapende. Dan willen wij met z'n allen even naar Ezekiel toe. En ik doe het een beetje in omgekeerde volgorde. Misschien gaat u het dan beter begrijpen, hoop ik. Leg het u allemaal uit natuurlijk. We gaan eerst in Ezekiel 37 even iets uitleggen. En dan gaan we naar Ezekiel 3, 2 en 3 toe. Maar ik wil eerst even naar Ezekiel 37 toe. En de hand des Heren was op mij. Vers 1 van Ezekiel 37. En de Heren voerde mij uit in den geest en zette mij neder in het midden een vallei. Dus dat is ontzettend belangrijk. Die vallei, die komt u straks ook nog tegen. Dezelfde nu was vol beenderen. En die waren allemaal zeer dor. Gij dor beenderen. Daar moest dus tegen geprofiteerd worden. En dan ziet u, daar wordt tegen geprofiteerd. Dan komt die wind komt en de adem komt erin en de geest. En, maar dan moet u vooral voor uzelf, dat
een klein advies, maar wel een heel belangrijk advies. Bestudeer Ezekiel 37, de vers 9 tot en met 10 heel goed, want er zitten allemaal verwarringen in. Als het om wind, geest en adem gaat. En dan moet u dat even vergelijken met de King James Bijbel. Daar ga ik nu niet op in, maar wat dus Ezekiel deed, die profeteerde hier. En u zult merken dat hij eerst niet profeteren moest. Hij moest zijn ongerechtigheid moest hij wel vertellen, maar niet profeteren. Dus let op, dan gaat hij verder. Lees hem, bestudeer hem heel goed hoor. Zal ook tot één volk zijn, komt hij telkens tegen. Hoofdstuk 36 en dan van vers 28. En dat ziet u ook in hoofdstuk 37 weer. Vers 22, vers 27. Andere Bijbel staat weer mijn volk. Maar dat is dus dat ene volk wat geroepen moet worden. Klopt dan ook allemaal weer in de King James Bijbel. Ten opzichte van de King James Bijbel. Maar hier ziet u dus wat er gebeuren moet. Wat wil God? God wil, onthoud dat die twee houten tegen elkaar komen. En dat is het hout van Juda en het hout van Efraïm. Efraïm is de noordlijn en Juda is de zuidlijn. Dat weet u. Die twee komen aan elkaar, tegen elkaar. En die moeten één volk worden. Dat wordt hier allemaal verkondigd. Dat moet u goed onthouden. Dus bestudeer ontzettend goed mijn volk. Dat vindt u ook weer in Openbaring 18 vers 4. Geef u wat huiswerk mee, want anders dan beklijft het ook niet goed bij u. 18 vers 4 hebben we al gelezen. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar, daar staat hij, mijn volk. Dus hier wat specifiek over mijn volk. Ook in vers 12 en vers 13 van Ezekiel 37 gesproken. Als u dat samenvoegt, dan gaat u iets begrijpen. Dan gaat u begrijpen dat Jona op pad wordt gestuurd met een opdracht. Dat draait mij bijzonder over. En ja, dan gaat iets fout. In principe zou deze opdracht eruit moeten komen. In principe zou bij de zevende dagsadventisten deze opdracht eruit moeten komen. Maar u beseft al iets. Volgens mij. Laten we maar even naar Jona teruggaan. Gaan we dan weer terug naar Ezekiel. Hoor. Dus hou hem goed vast. Jona. En dan het volgende vers daarvan. En dat is, die opperschipper heeft wat gezegd. Wat gebeurt er dan? Voorts, zeiden zij. Dus al die mensen die om Jona heen waren. In dat schip, in die kerk. In die kerken. Houd daar ook even rekening mee. Zuid-Gemene kerk. Komt en laat ons loten werpen. Beseft u het? Ze zeiden iets, voorts zeiden zij. Komt, laat ons loten werpen. Waarom? Waarom moet daar een lot geworpen worden? Opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Also wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Dat is allemaal toeval. Toeval staat niet in de Bijbel, dat heb ik u vaak genoeg verteld. Waarom moet daar geloot worden? Dit waren allemaal afgodendienaars, dat is duidelijk. Want als wij lezen, toen vreesden de zeelieden en riepen een ichtelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. Wat wierpen zij allemaal in die zee? Allemaal vaten. Vaten, wat is dat? Economie. Vaten is goederen. En ook op een vat. Een mens wordt ook wel een vat genoemd. Dus zij zaten midden in een afgoderij. En dan ziet u hier ook dat die opperschipper zegt, bid toch tot die God van u, Jona, zevendagsadventisten, en laat ons het lot werpen. Waarom moest daar in één keer een lot geworpen worden? Nogmaals meer. Wie krijgt straks de schuld van alles? Als het om de nieuwe wereldorde gaat versus zondag-sabbat kwestie. Als de vuurballen uit de lucht komen, wie krijgt daar de schuld van? U beseft het. De zevendedaagsadventist. Die tweede holocaust komt eraan. Beseft u waar we mee bezig zijn hier? Let op, let op. En dan komt hij. En het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt.
En dan worden de vragen gesteld. Wat is uw werk? Wat is uw roeping, zevendedaagse Adventisten? En van waar komt gij? Vanuit het Sieraadland, uit Amerika. Ja, maar wat houdt dat allemaal in? Wat is uw land? Staat er al achter. Het Sieraadland. En van welk volk zijt gij? Zevendedaagse Adventisten. Dat moet ze allemaal bekennen. Dat moet ze allemaal bekennen. En wat voor kennis hebben zij? Moet eens kijken wat voor kennis die Zevendedaagse Adventisten hebben. En hij zeide, Jona dus, tot hen, ik ben een Hebreeër. En ik vreze den Heere, den God des hemels, die de zee in het droge gemaakt heeft. Naam, titel, rijksgebied. Die vrezing van de Zevendedaagse Adventisten, het vrezen van de Zevendaagse Adventisten, dat ze niet angst hebben voor God, maar zijn zegen afsmeken, dat is vrezen, want anders hebben wij geen zegen meer van God. Dat is duidelijk. Dat ze dat wel begrijpen. Jona begreep dat ook wel. Dus een deel begrijpen ze wel. Maar ze doen niet wat God van hen verlangt. Dat mag duidelijk zijn. Er zijn 28 miljoen. Zevendedaagse Adventisten. Elk jaar komen er bijna 1 miljoen zevendedaagse Adventisten bij. Gedoopt en wel te verstaan. Lieve broeders. Het getal is bijna vol. Neem dat maar van mij aan. Want de waarheid willen ze niet meer horen. De waarheid willen ze niet meer uitdragen. Ja. Ik noem dat altijd het aapnoodmis van het zevendedaagse Adventisme. Het beeld van Daniël natuurlijk. En we moeten natuurlijk de geboden houden. Komt er dan heel traag uit. Nou, daar is nogal wat aan verbonden. U zag het toch na 1844 waar het allemaal misging. Ze verwisselen het hemelse heiligdom zelf met het aardse heidense dienst als het om gedurende gaat. Dus hier speelt zich enorm veel af. En daar gaat iets gebeuren. Moet eens opletten. De afgodendienaars. Toen vreesden die mannen, de afgodendienaars, met grote vrezen. Wie? Vreesden zij God. En zeiden tot hen, wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloog. Want hij had het hun te kennen gegeven. Ik geef u nu te kennen, lieve broeders en zusters, dat alle Adventisten zijn gevlucht. Echt zijn gevlucht. Waarom zijn die gevlucht? Angst. Een Uria had angst. Waarom zijn ze gevlucht? Ze hebben de leer niet meer goed begrepen. Waarom zijn ze gevlucht? Ze hebben fanatisme. De schijn des kwaads kunt je allemaal op het internet vinden. En waarom vluchten ze nog meer? Dan gaan we even naar Laat de Wens. Dat vind je ook op het internet, dit boekje. Dus lees dat vooral door. En dat hebben we al eerder besproken met z'n allen. Satans misleidingen in de eindtijd. Er zijn er vele, maar er zijn er heel belangrijke bij. En wat is zo'n hele belangrijke? Dan gaan we even naar bladzijde 127. Bladzijde 127, u vindt het overal hoor, overal, in dit hele gedeelte, maar even als voorbeeld. Satan verschijnt in de gedaante van Christus, in de gedaante van Christus, jazeker, 127 onderin. De vijand bereidt zich voor om de hele wereld door het doen van wonderen te misleiden, geweldig, spiritisme. Hij zal zich voordoen als een engel des lichts, als Jezus Christus zelf. Dat moet u dus zeggen. Daar moet u uw broeders en zusters in het Sjaartoekumenekerken voor waarschuwen. Wilt u dat wel? Als mensen nu, moet eens opletten, nu, als zo makkelijk misleid worden, zelfs in de Adventkerk, zelfs in Jona, zo makkelijk misleid wordt, hoe zullen ze dan staande blijven? Wanneer Satan in de gedaante van Christus verschijnt en wonderen zal doen. Wie is dan ongevoelig voor zijn valse voorstellingen, bent u dat? Bent u daar ongevoelig voor of gaat u daarin mee? Net zoals Jona, die zei, hij had een beetje een andere reden, maar God is te genadig. Dat geeft me toch niets als ik daar naartoe ga. Vrede, vrede, geen gevaar. Zo spreekt de zevendedaagse Adventistenkerk ook. Geloof, alleen, geloof, alleen, geloof, alleen. Punt, 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 zitten ze er nog achteraan. Het is niet normaal. Dat verkondigd wordt.
Hij doet zich voor als Christus, terwijl het alleen maar de Satan is die de persoon van Christus aangenomen heeft. En het doet schijnbaar de dingen die Christus heeft gedaan. Beseft u dat? Satan zal op het toneel verschijnen en Christus personificeren. Dat moet u dus nog wel even vertellen, broeders en zusters, in de Adventkerk. Want dat wist u toch, of dat had u kunnen weten. Hij zal alles wat hij maar kan verkeerd voorstellen, verkeerd toepassen en verdraaien. Een ontaardse macht, ik zal het laatste stukje nog even bijpakken voor u. Een ontaardse macht is bezig om de laatste grote bedrijven van het drama tevoorschijn te roepen. Aardse machten doen ze dus. Nee, de Satan komt als Christus en werkt met al zijn boze engelsleiding in op mensen die in geheime gezelschappen samenkomen. Lieve broeders en zusters, wat staat u te wachten? In die geheime samenkomsten zijn al volop bezig. Vrijmetselarij is volop bezig. De zondagswet is volop bezig. Waarom hebben wij hier een coronacrisis? U beseft dat dat door mensen is ingebracht, als u een beetje op hoogte bent. Gewoon een zwaar pestilentje komt eraan. Verdeel en heers tactiek hebben de leiders van deze wereld. En daar kan ik u alleen maar voor waarschuwen. Wij willen verder. We willen weer zingen met z'n allen. En dat is uit de Psalm 119. Ziet u weer op Psalm wat staan. Psalm 119 en daar vers 75 van. Hoor Heer, mijn stem naar uw goedgunstigheid. Dat is hoofdstuk 2 van Jona. En geef mij naar uw rechten kracht en leven. Jona was bijna verloren, beseft u. Dat zingen wij nu. En zo moeten wij ook in ons hart zijn dat we alles van God kunnen en mogen en ook willen verwachten. Laten we daarom zingen Psalm 119, vers 75. Van uw wet, zo wijd verleid, zijn dus allemaal verleid, terwijl zij zich aan boosheid overgeven. Overal vinden we dat die boosheid geven ze hun aan over. Wij willen eerst met z'n allen naar, heel bijzonder die tekst, want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloog. Want hij had het hem kennengegeven. Dat is even vers 10b van Jona. Maar we willen eerst naar Jesaja 66 toe. Het einde van Jesaja 66 is heel interessant en belangrijk voor onze eindtijd. Heel Jesaja 65, 66. Maar het gaat me nu vooral om het volgende.
om Tarsis. Hoe zit het dan met Tarsis? En dat is ook Jona, die moest toch naar Tarsis toe. En u weet ook dat er veel onheiligheid is en onzedeloosheid. En gezondheid is natuurlijk ook ontzettend belangrijk voor zevende-daagse-adventisten. Dus daar komt een shifting, daar worden we niet blij van. Ik wil u nu daarom Jesaja 66 vanaf vers 17 beginnen. Of 15, laten we 15 beginnen, dan vinden we dat vuur ook weer terugkomen. 66, helemaal lezen, wie hier ook is als die een afgod zegen, we mogen wie hier ook ontsteken, en zwijnen, bloed, vlees eten enzovoort. Lees dat allemaal voor uzelf door, dan past dat allemaal beter in het verband. Vers 15, want ziet, de Heere zal met vuur komen, vuurballen komen, let op. En zijn wagenen als een wervelwind, om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden. Dus de Heer stopt met het geduld, laat ik het zomaar zou drukken. En zijn schelding met vuurvlammen. Want met vuur en met zijn zwaard, hongerzwaard, pestilentie, dat beseft je wel, zal de Heer in het recht treden met allen en met alle vlees. En de verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd worden. Verslagenen, dus massa's mensen. Die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven, zeggen ze. Achter één in het midden dezelfde. Wat doen die? Die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen. Tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de Heer. Dus het is einde oefening voor die mensen. Die hun lichaam niet als tempel van de Heilige Geest willen gebruiken. Hun werken en hun gedachten. Daar gaat het om. Het komt, staat er dan, dat ik vergaderen zal alle heidenen en toon en zij zullen komen. Niet de adventisten in eindtijd. Niet het letterlijke volk Israël. Nee, alle heidenen en toon en zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien, zijn de elduwerken. Let op. En ik zal een teken aan hen zetten. En uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen. Die uit hen ontkomen zijn. Uit heidenen ontkomen zijn. En die zal ik zenden tot de heidenen. Naar Tarsis. Nu beseft u. Naar de Chatoukemenen. Naar Rome. Pul en Lut. De boogschutters. Naar Tubal en Javan. Tot de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord hebben. Die dus niet van het verlossingsplan hebben gehoord. Nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Dat zijn diegenen die uit Tarsis komen. Die heidenen dus. En niet Gods volk. Let eens op. We gaan straks allemaal ontdekken nog. Ook nog in Ezekiel 2 en 3. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen, hoort u het weer, heidenen, den Heer een spijsoffer brengen. Vrees God en geef hem de heerlijkheid. Beseft u het? En wat hoort erbij? Op paarden en op wagenen. Op paarden zijn de ruiters in het bijzonder ook. Op wagenen is alle voedsel en ze zullen offers brengen ook. Als het om geschenken gaat, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar mijn heilige berg. Wat is de heilige berg des Sieraads? Daniel 11, vers 45. Naar Jeruzalem, zegt de Heer, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat, hoort u dat? Dat reine vat moet u zijn, brengen ten huize des Heeren. En ook zal ik uit dezelfde enigen tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heer. Enigen tot priesters en tot levieten, dat zijn degenen die bij de 144.000 horen, zegt de Heer. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, als zal ook uw lieder zaad en uw lieder naam staan. Letterlijk Israël, geestelijk Israël, modern Israël, even geschiedkundig. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene Sabbat tot de andere alle vlees komen zal om te aanbidden voor mijn aangezicht.
En zij zullen heen en uit gaan en zij zullen de dode lichaam der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Dan spreken we dan expliciet over Ezekiel 38, Gog-Magog periode. Hier is heel veel gezegd, maar hier gaat het naartoe. Dat moet u onthouden. Dat juist die heidenen die in Tarsus leven en zijn, die gaan het werk afmaken. Dat moet u heel goed beseffen. Dat is onze schriftlezing. En dan willen wij weer toch weer naar die prachtige mooie psalm toe. En dat is nu, in dit geval, psalm 25. En daarvan vers 7. Gods verborgen omgang vinden. Dat moeten wij. Wij moeten die verborgenheden uit de Bijbel vinden. Dat is Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. En dat waren die andere lieden die op het schip zaten. Bij Jona, daar zat een juiste vrees in, zoals u zo begrijpt. Laten we dat eerst zingen voordat we met de grote verkondiging verder gaan. Psalm 25, vers 7. Onze God, die trouw is, zal mijn voet, uw mijn voet, voeren uit die verschrikkelijke boze netten van Satan met zijn nieuwe wereldorde. Laten we daarom eerst de Heere zoeken in gebed. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, kom met uw Heilige Geest alstublieft over ons, dat we dit toch heel goed mogen verstaan. Open ons verstand, open ons hart. Dat we zien mogen wie we zijn en wie we moeten worden. Dat we zien mogen hoe de geschiedenis zich heeft vertoond. En met name bij het zevendedags adventisme. Hoe kunnen zij zo diep vallen? Het zijn Jona's geworden. En wij willen heel graag Henochs worden. Het grote verschil moet toch duidelijk worden, zouden we bijna zeggen. Daarom smeken we van u of u ons wilt helpen. Niet omdat wij het hebben verdiend, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Ja, lieve broeders en zusters, de verschillen worden enorm groot. Want, ik wil even terugkomen op... En toen vreesden die mannen met grote vrezen. Vers 10 van Jona. Dan gaan we dan even verder. Hoofdstuk 1. Want, teruggaande naar patriarchen en
profeten. Daar zijn we natuurlijk gebleven vorige keer. Ik maak het ook in alle rust, maak ik dat af. Wij willen heel graag, en dat gaat gebeuren in het bijzonder, uit de Sjaarte Ukumenekerken, onthoud dat lieve broeders en zusters, de Henochs worden. Maar die Henochs, dat zijn degenen die het werk afmaken, onthoud dat. Die zitten in Nineveh, die zitten in die grote stad Nineveh, die zitten in die grote stad Rome. Onthoud dat. Dat zijn niet de Jona's die het werk afmaken, nee, die hebben een eerste stap. Dus een heel klein overblijfje stond je uit je adventgemeente. Maar de Ninevitten, laat ik het zo noemen, de Sjaartekumenekerken, die gaan het werk, het grote werk afronden. En daarom willen we nu gaan lezen met z'n allen, patriarchen en profeten, waar we zijn gebleven of geëindigd, bladzijde 60 bovenin, terwijl hij nog op aarde was. Belangrijk, hè? Hoe groter de ongerechtigheid werd, des te ernstiger was zijn verlangen, heen of zijn verlangen, naar Gods huis. Dat zal bij ons straks ook gebeuren. Terwijl hij, dus Henoch, nog op aarde was, leefde hij door geloof, onthoud dat, in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten, hoort u dat? Dus zijn gedachten waren bij God. Zalen de reinen van hart, in plaats van wat er momenteel allemaal in de kerk gebeurt, onreinheid. Zie het na op het internet, de schijn van kwaad, van het kwaad. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ook zien komen op de wolken des hemels. Dat betekent dit, onthoud dat. Gedurende 300 jaar had Henoch gestreefd naar zuiverheid van hart. Dat moeten wij ook willen. Om in harmonie te leven met de hemel. Gedurende 3 eeuwen had hij gewandeld met God. Vandaag de dag had hij verlangd naar een nauwere verbinding. Steeds nauwer was deze band geworden, tot God hem opnam. Zo moet ons leven zijn, dat we zijn bekeerd en hebben een wedergeboorte meegemaakt, die verborgenheid en ongerechtigheid begrijpen, die verborgenheid en godzaligheid begrijpen, en dat wordt steeds dieper en dieper, en we groeien steeds hoger op naar de hemel. Een nauwere verbinding. Deze, steeds nauwer was deze band geworden, tot God hem opnam. Hij had op de drempel van de eeuwigheid gestaan met 1 en ook maar slechts 1 stap tussen hem en het land der zaligen. Nu werden de poorten geopend, de omgang met God op de aarde begonnen. Dus het eeuwig verbond begint voor u hier op deze aarde. Heb ik u altijd verteld, maar hier ziet u weer een geweldig bewijs daarvan. Dat was ook bij Henoch zo. Hij zat dus in de 4e definitie van karakter, volwassenheid. Met God op de aarde begonnen. Werd voortgezet, dus in de hemel. En hij ging door de poorten van de heilige stad. De eerste mens om daar binnen te gaan. Dat was de eerste mens. Toen, straks 144.000. Straks, de laatste mensen. Op aarde werd zijn verlies gevoeld. De stem die dagelijks in waarschuwingen en onderricht was gehoord, werd gemist. Amos 8, weet u het nog? Vers 12. Ze zoeken om brood, maar ze kunnen het niet meer vinden. Het is te laat, te laat, te laat. Genade deur is voor de mensheid dicht. Eerste plaag komt. Sommigen, zowel rechtvaardigen als goddelozen, waren getuigen geweest van zijn opneming en in de hoop hem te vinden in een van de plaatsen van afzondering. Zochten degenen die hem lief hadden ijverig naar hem, zoals later de zonen en de profeten zochten naar Elia. Hoort u dat? Maar hun zoeken was vergeefs. Ze deelden mee dat hij er niet was. Want God had hem weggenomen. Aan kunnen we daarom zeggen. Door de verheerlijking van Henoch wilde de Heere een belangrijke les leren. U nu ook, lieve broeders en zusters. Want wat is die belangrijke les? Wat is die belangrijke les die Jona niet geleerd had? Dus je moet het zo
gaan invullen. Er bestond een gevaar dat mensen moedeloos zouden worden vanwege de gevolgen van Adams zonden. Velen stonden op het punt uit te roepen: wat helpt het ons dat wij de Heere hebben gevreesd, eerst de engelenboodschap dus dat zijn zevendaagse adventisten, en zijn geboden hebben gehoorzaamd, het tweede bewijs, dat zijn de zevendaagse adventisten, die houden de Sabbat op de juiste manier. Nu er zo'n zware vloek rust op het mensdom en eenmaal allen zullen sterven, maar het onderricht dat God aan Adam gaf, dat ons zet herhaalt en doorheen nog werd bekrachtigd, startpunt, hoogtepunt, eindpunt, nam de soberheid en duisternis weg en gaf de mens hoop. Dat moet ook bij ons zijn. Je moet hoop uitverkondigd worden, dat dat kan. Dat gaan we juist in die laatste versen allemaal zien. Hoofdstukken ook. En gaf de mens hoop dat, zoals door Adam de dood was gekomen, de gevallen natuur was gekomen, door de beloofde verlosser leven in onsterfelijkheid aan het licht zou komen. Wij kunnen dus door de verlosser in die goddelijke natuur terechtkomen. Satan wilde de mens doen geloven dat er geen beloning was voor de geloven of straf voor de goddelozen. Hoort u het goed? Geen beloning voor de gelovigen en geen straf voor de goddelozen. Vrede, vrede, geen gevaar. En dat de mens onmogelijk Gods geboden kon gehoorzamen. Want daar had hij natuurlijk al die engelen, die valse engelen in de hemel mee verleid. Dat waren natuurlijk eerst ook goede engelen, wat heet goede, maar die twijfelden. En zo twijfelt Jona hier ook. Wat helpt het ons dat we de Heere hebben gevreesd en de zevendaagse adventisten ook. En dat wil Satan alleen maar aanvoeren bij mensen. Maar in het geval van Henoch, daar komt hij, verklaarde God dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Daar staat echt ernstig zoeken. Let goed op. Hij laat zien wat hij doen wil voor hen die zijn geboden bewaren. De mens kreeg te horen dat het mogelijk was de wet van God te gehoorzamen. Dat hoort u ook van mij. Dat zelfs te midden van de zon en het verderf waar we nu in leven, de mogelijkheid bestond door middel van zijn kracht, van Jezus' kracht, weerstand te bieden aan de verleider en zuiver en heilig te worden. Beseft u de juiste manier, dus schrift bestudeert, juiste manier omgaan met uw medemensen, vrouwen, mannen, onderling enzovoort. Heilig te worden door de 10 geboden in uw hart te hebben. Ze zagen in zijn, met kleine letters, Henochs voorbeeld, het geluk van zulk een leven en zijn verheerlijking. Henoch zijn verheerlijking, en straks voor de 144.000, let op, ook was een bewijs van de waarheid van zijn profetie. Henochs profetie. En welke hoofdpunten had Henoch? Hij had de waarheid van zijn profetie en gerechtigheid door geloof. Hij had een rein, zalig de reinen van had, want zij zullen God zien. Hij had een rein geloof, had een rein lichaam. Zijn lichaam was ook een tempel van de Heilige Geest. Dus gerechtigheid door geloof en inzicht in de profetie. Van zijn profetie over de toekomst. En daar hebben we het natuurlijk hier in het bijzonder over. Met de beloning van blijdschap, heerlijkheid en onsterfelijk leven. Voor de gehoorzamen en van veroordeling en ellende en dood voor de overtreder. Zo is de situatie. En dat gaan we nu weer meer uitkristalliseren, zoals je zo begrijpt. We gaan weer verder met lezen. Let goed op, want de mannen wisten, die in Tarsus zitten, in Nineveh zitten, en die mannen die in het schip zaten, die wisten dat hij van de Heeren aangezicht vloot, vers 10b, want hij had het hun te kennen gegeven. En dan gaan we verder. Voort zeiden zij tot hem: Jona, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons?
Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Die derde weegschade, die nieuwe wereldorde schade. We zien nu al de coronatoestand, pestilentie te over. En het is verschrikkelijk wat er al gebeurt. En de honger en zwaard komt er nu aan. We leven nu bijna in het jaar 2021. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee, in de volkeren. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Dus ze zochten een zondebok. Die moest er komen. En de zevende dag zat het is een erkennen dat zij de zondebok zijn. Want ze zijn nalatig geweest om die waarheid te brengen. Zullen ze niet zomaar hardop zeggen, want zo liggen de feiten, dat wat hij vertelt. Dat zien ze. Maar de mannen roeiden om het schip weten te brengen aan het drogen. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Die volkeren die werden steeds kwaader en kwaader. Dus wat zien we dan? Toen riepen zij tot een heer. Zij gaan roepen. Wie? Want deze mannen die in dat schip zaten, Tarsus gaat roepen. Dat is duidelijk dat er iets gebeurt tot de Heere. Zij riepen tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. Beseft u dat? De zevende dag zat het is zijn zoon al later geweest. Er moet iets gebeuren en er gaat iets gebeuren. Want Ezekiel 37 kan niet eerder tot stand komen totdat er iets anders is gebeurd. En dat gaan we nu zien. Wat zien we hier gebeuren? In vers 15. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. We weten ook dat het op een bepaald moment binnen Gods volk, daarom ziet u nu naar het volk van God met Mozes, heb ik u eerder ook gezegd, dat ze de leider verwierpen, Mozes. En u ziet ook dat Jona iets niet wil doen. En dat is bij Gods volk ook zo. Die doet iets niet goed. En dat was bij Aaron ook zo. Daarom ziet u Mozes net erbij in de achtergrond houdende dat Aaron totaal iets fout deed. En het volk zelfs in de afgoderij bracht. Neem dat voor uzelf ontzettend mee. En dan verder. In vers 16. Die vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. Dus niet zoals Jona. Jona vreesde God. Waarom? Hij was bang voor God. Op een andere manier gaan we nog over spreken natuurlijk. Want hij zat in afgunst en zelfzuchtigheid en eigengerechtigheid. Dus vooral komt dat in hoofdstuk 4 in het bijzonder. De verzen van hoofdstuk 4 naar voren. Die vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere een slachtoffer. En beloofden geloften. Dat hadden de zevendaagse adventisten ook gedaan. Met hun 28 geloofspunten. Waar bijna niet één meer van over is. En dat beloven ze niet meer. Ja, Jona beloofde ook wat. Die moest toch gaan. Was toch de opdracht om naar Nineveh toe te gaan. Dat weet hij niet. Jona kwam de belofte ook niet na. En u ziet dat er een ander volk wordt geroepen. Wat wel de belofte nakomt. Dat is belangrijk. De Heer nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis. 3 dagen en 3 nachten voor de Jacobsbenauwdheid, kunnen we stellen. Is een periode, wordt hier aangewezen van 3 dagen en 3 nachten. De Heer Jezus was ook 3 dagen en 3 nachten in het diepste van de aarde. Dat weten wij ook. Dus haalt hij zelfs nog in Matthäus 12, vers 40... Jona aan. Dat is heel interessant. En ook in Lucas nog. Maar afgezien van dat. Waarom is die 3 dagen en 3 nachten zo belangrijk? Dan gaan we weer terug naar Ezekiel.
Ik heb gezegd, ik ga omgekeerd, ben ik bezig met Ezekiel. Dus onthoud dat. We hebben Ezekiel 37 begrepen. En die bestuderen we allemaal thuis met z'n allen. Dan kunt u natuurlijk ook nog 38, 39 helemaal lezen. Want ze zullen zelfs met die vuurstokken. In 39 is allemaal. Die 7 maanden gaan ze de doodgravers dezelfde hebben begraven in het dal van Gogs menigte. Dat is vers 15 van Ezekiel 39, kunt u allemaal nog lezen. En we hebben dus 37 begrepen dat daar geprofiteerd wordt. Die dorre benen komen weer tot leven en die Juda en die Ephraimlijn, de Sjatukumeenlijn, moeten bij elkaar komen. Al die werkers moeten bij elkaar komen. En nu gaan we naar Ezekiel 2 even. Want hoe ernstig is de situatie? Het is net zo'n situatie wat er bij Jonas zich afspeelde. Hoe Jonas zich gedroeg, zo gedraagt. En gedroeg ook het letterlijk Israël zich, maar ook de zevende dag Adventist. Want als u gaat niet heel Ezekiel 1 zou je mee moeten beginnen natuurlijk. Een stormwind kwam van het noorden, het land der Galdeën enzovoort. Ga ik nu allemaal niet behandelen. Maar wat wel duidelijk is, er was ook een wee. En dat vindt u in vers 10 van Ezekiel 2. Klaagliederen en zuchting en een wee. En we hadden hier ook met een wee te maken. Maar het belangrijkste is dat u hier ziet, dat begint in vers 3, tot een rebellerend volk. De kinderen des Israël. Er wordt Ezekiel naartoe gestuurd. Tot een rebellerend volk. En dat vinden we weer een wederspannig huis in 5. Nou, dat komt u 7 maal tegen, moet u niet onderschatten. Met name ook met Ezekiel 3 daarbij. Want Ezekiel 3, vers 26, want zij zijn een wederspannig huis. Dat is de 7e maal dat daar gezegd wordt. Dat 7 maal toe. Met daarbij Ezekiel 3, vers 27. Want zij zijn een wederspannig huis. Nu het volgende. U zit hier, toen nam de geest mij op. In vers 12 van Ezekiel 3. Dus de kerk is gevallen. De Adventkerk is ook gevallen. Bijna gevallen, moet ik zeggen. Op het overblijfseltje na. En dan zien we, hier gaat veel gebeuren. Met die rol moeten we opeten en enzovoort. Wat is in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Er is Openbaring 10, de versen 7 tot en met 11. Opnieuw profiteren. En uw voorhoofd in vers 9 van Ezekiel 3. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rotsteen. Vreest hen niet. Dat had dus ook zo bij Jona moeten zijn, maar dat is allemaal verkeerd gegaan. En dan zien we in vers 12. Toen nam de geest mij op en ik hoorde achter mij een stem van grote ruizing. Daar komt de totale hemel in beweging met die ruizing. Nou, dat heeft alles met de 3 plus 1 engelen te maken. Ga ik nu ook niet op in, maar weet, die raderen die beginnen te bewegen enzovoort. In de hemelse boeken vinden we dat allemaal weer terug. En het einde van de 7 dagen breekt aan en dan in één keer. Hoe belangrijk is die gerechtigheid? Als u iemand niet waarschuwt, komt de vloek over u. Let er voor op. Dat is dus vooral Romeinen 1 vers 32 gaan we straks mee aan de slag. Heb ik u vaker verteld. En dan in één keer komt er iets aan het begin. En dat heeft dus alles te maken met Jonas. Jonas hoofdstuk 2. Let op. Ik ga dat voor u lezen. Dat u dat goed tot u door laat dringen. Want er is een uitsteltijd. En die uitsteltijd wordt hier beschreven. En de hand des Heren was daar op mij. Dus er waren een hele hoop dingen die ze moesten doen. En als ze iets niet deden, zult gij de dood sterven enzovoort. De zevendaagse Adventisten hebben allemaal honderden, duizenden citaten, boeken, ook vele boeken, 60, 70 boeken, 100 zeggen sommigen, maar het zijn 60 boeken over het algemeen, van God gekregen om hen voor te bereiden, voor de luideroep. En ze doen er niets meer mee bijna, laat ik het zomaar uit. Op een overblijfseltje na. En de hand des Heren was daar op mij. En hij zeide tot mij, maak je op, ga uit in de vallei. En ik zal daar met u spreken.
En ik maakte mij op en ging uit in de vallei. Dus een stukje actieve dienst komt er, moet er komen. In Ezekiel 37. En daar is ook een voorgeschiedenis voor. Zo moet u nu lezen. En ik maakte mij op en ging uit in de vallei. En ziet, de heerlijkheid des Heeren stond al daar. Gelijk de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier Sibar. En ik viel op mijn aangezicht. Toen kwam de geest in mij. Let op, de geest kwam in mij. Voordruppelen van een spaad erin komt. En stelde mij op mijn voeten en hij sprak met mij. En hij zeide tot mij, ga, besluit u binnen in uw huis. In uw binnenkamer, Hooglied. Misschien weet u dat nog, hebben we in Esther besproken. In de boek van Esther, van Hooglied. Hooglied 1 vers 4 is dat namelijk. Ga, besluit u in uw binnenkamer, in uw huis. Want u aangaande, dus u, broeders en zusters en ik, aangaande mensenkind, ziet, zij zouden dikke touwen aan u leggen en zij zouden u daarmee binden. Vastbinden, dat u niets meer kunt doen en niets meer kunt zeggen. Dat willen ze. Ah, daarom, zegt de Heer, zult gij niet uitgaan in het midden van hen. Waarom niet? U moet u nu stilhouden. God is aan het werk, God is alles aan het voorbereiden. En u en ik, zoals we hier bezig zijn in 2020, 2021, moeten wij ons voorbereiden op het woord van God. Met daarbij de geestenprofetie. En anders helemaal, helemaal niets meer doen. Ben ik duidelijk? Pas dus op wat u doet. Ja, studeren. Minimaal 1 uur per dag. Dat is duidelijk. Dat moet gebeuren. Dus niet meer uitgaan. Niets meer doen, want God bereidt ons de weg voor in deze uitsteltijd. Dat staat hier. En dan gaat er nog iets gebeuren. En ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult. Dus alles wat Ezekiel gezien had en wist, dat mocht hij niet eens meer vertellen. Zo ernstig was de situatie. En zult hun niet zijn tot een bestraffende man, dus je mocht ze helemaal niet eens meer bestraffen. Laat ze gaan. Want zij zijn een wederspannig huis. Dat hele huis, dat hele letterlijk Israël toen en het geestelijk Israël. En maar ook, het is een wederspannig huis. Maar ik zal met u spreken. Op een bepaald moment natuurlijk. Ezekiel 37. Maar als ik met u spreken zal... Dat komt, dat moment, zal ik uw mond open doen en gij zult tot hen zeggen. Zo zegt de Heer. Ezekiel 37. Wie het hoort, die horen. Let op. Word wakker. En wie het laat, die laat het. Wie niet horen, dan niet. Want zij zijn een wederspannig huis. Dan wordt u in actieve dienst gesteld. Dit is het actieve dienststel. Als u dit nu gaat verstaan, dan laat nu u terug naar Jona. Dus u beseft... Ezekiel vertelt exact wat er aan de hand is. Dat die twee houten bij elkaar komen. Maar dat voordat die twee houten hier bij elkaar komen, we een uitsteltijd hebben. En ga in uw binnenkamer en ga studeren. Hier is genoeg onderwijs voor u binnen zijn boodschap om alles goed te begrijpen. Want u moet opnieuw kunnen profiteren. Hebben wij gelezen. U moet opnieuw die waarheid diep in uw hart krijgen. Uw lichaam moet een tempel van de Heilige Geest zijn en worden nog. Dus, dat is er. Dat is er aan de hand. En dan gaan we naar, wat komt er dan? De tweede engelenboodschap. Beseft u dat? Na die 3 dagen en 3 nachten. Dat was ook bij de Heer Jezus zo. Toen moesten ze uitgaan. De eerste engel was geweest. Jezus Christus was geweest. En toen kwam de tweede engel. Na 3 dagen en 3 nachten. En wie stond toen heel in het bijzonder op? Wie was er heel sterk in? Buiten de discipelen om, dat was een Stefanus als voorbeeld. Dus, let op. Tweede engel staat in de profeet Jona. En Jona bad tot de Heer, zijn God, uit het ingewand van de vis. Van de vis. Uit het ingewand van de vis. Hij zat in Dagon, laat ik het zo even noemen. In de visgod, in de zee, onder in de zee. Beseft u dat? Hij kon niets meer zeggen. Hij was totaal van de zee overwoekerd, mag ik het zo zeggen, mag ik het zo noemen, overspoeld. Ja, God nam maatregelen tegen een volk wat niet wil doen wat ze moeten doen. Ze zijn opgegaan in de Sjatukemene kerk. Dat staat hier, dat zien we. Ja, en dan komt die benauwdheid.
En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer, want die benauwdheid komt eraan. En hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik en gij hoort mijn stem. Moet je je voorstellen hoe genadig God nog is voor de zevendaagse Adventist. Uitsteltijd, wenen, al die profeten wenen, Miller wenen, zuster Wright wenen. Dus je beseft het. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, meervoud, alle volkeren. En de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij. Dan zegt u dat we nu gebonden moeten worden. Maar als we net zo doen als Jona en we vluchten ervoor, dan komt alles ook echt over ons heen. Beseft u dat wel? Vooral zevendaagse Adventisten, want dat zijn de eerste hoorn. Die moet klaarstaan. Jona is de eerste hoorn. En wat moet hij dan brengen? Want de eerste engel weten we wel. Maar wat moet hij dan in de tweede engel een boodschap brengen? Openbaring 14, laten we er even naartoe gaan. De eerste engel is natuurlijk vreest God en geeft hem de heerlijkheid. En dat komt ook bij wat we hebben gelezen en begrepen. Vers 9 van Jona na een titel rijksgebied die de zee en droog gemaakt heeft. Dat hebben wij ook begrepen. En dat zien we ook, dat vinden we ook weer in Openbaring 6. En met name dan het vers 7 van de eerste engelenboodschap. De hemel en de aarde en zee en de fonteinen en de water gemaakt heeft. En dan die tweede engel, want daar gaat het even om. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen tot tweemaal toe. Babylon, Nineveh, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns haar hoerderij alle volken heeft gedrenkt. Dat is duidelijk. Dus, in deze periode zitten we nu. Tweede engelenboodschap. En hij krijgt er dus spijt van. In het hart der zeeën en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen, zoals gezegd. En ik zeide, ik ben uitgestoten. Ja, uitgestoten. Waar uitgestoten? U kunt zelfs niet eens meer binnen de Sjaartekumenekerken uw werk doen. U kunt niet meer binnen de Adventkerk uw werk doen. Als u dat zou willen doen. Ik ben een levend getuige voor u. Staat voor u. En wat dan? En ik zei dat, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik den tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Wederom, tweede keer, opnieuw profiteren. We zullen die heiligdommen van God nog één keer mogen aanschouwen. Onthoud dat, lieve broeders en zusters. Want daar draait het om. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het weer was aan mijn hoofd gebonden. Hoort u dat? Hij was ook gebonden. Het weer, door het weer. En Ezekiel 3 door touwen. Is dat u goed? Uw heiligheid wilde hij aanschouwen van God. Heilige der heiligen. Hij wilde ook heilig worden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. Tot de gronden der bergen. En de grenzen der aarde waren om me heen. In eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere, mijn God. Bergen. Bergen zijn valse aanbiddingsvormen. Dus u beseft hoe belangrijk is het wat wij hier lezen. We lezen de zevendaags Adventisten gemeente. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heer. En mijn gebed kwam tot u. Waar tot u? In de tempel uw heiligheid. De tempel uw heiligheid. Lieve broeders en zusters, dat is bladzijde 56. Die hebben we heel vaak gelezen. In het einde van de 2300 dagen van Mormons. Want waar is de Heer Jezus nu? Aan het einde van de 2300 dagen van Mormons. Beter gezegd, na de 2300 dagen van Mormons. In het heilige der heiligen. En u ziet dat er een hele grote groep is die niet in het heilige der heiligen bidt. En een groep is die wel in het heilige der heiligen bidt. En u beseft dat Jona had dat
begrepen. Tot u in de tempel uw heiligheid. En dan zullen nog een laatste handjevol adventisten zijn. Een overblijfsel. En zoals u mij altijd hoort zeggen. 1 keer 12.000 en niet 144.000. Zoals u zo vaak wijsgemaakt wordt in de Adventkerk. Die zullen overblijven. Hier zien we dat ook voor groot verschil. Verkeerde aanbiddingsvorm en de juiste aanbiddingsvorm. Dus we moeten in het heilige der heiligen aanbidden. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Dus er zijn heel op die valselijke ijdelheden onderhouden. Die verlaten hun weldadigheid. Dus die verlaten die waarheid. Wat Jona bracht hier, waar massa's mensen, zijn de dagsadvertisten nu, die hebben allemaal die waarheden vanuit de geestprofetie ook, waar je ze ook maar vinden kunt, ook in de Bijbel, hebben ze allemaal verlaten. Hebben ze teniet gedaan. Onvoorstelbaar, hoe is dat toch mogelijk? Maar, daar komt dus bij wat Jona nou zegt, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging, met de stem. Wij zullen uit moeten treden, ongeacht wat er ook gebeurt. Wat ik beloofd heb, Jona had beloofd, zeven dagen staat adventisten hebben, als het goed is ook 28 geloofspunten, beloftes gedaan aan God, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Dat is de belofte wat Jona heeft gedaan. Dus besef goed, lieve broeders en zusters, wat hier aan de hand is. Als u dit nu een beetje tot u door laat dringen, dat die diepe slaap is geweest en dat er een moment van wachten is. En dan gaat u ook beseffen dat die mannen die er alles aan willen doen om die waarheid te brengen, dat hebben we toch gelezen. Veelvuldig gelezen. Bladzijde 155. Ik pak er een voor u bij, ik lees niet alles. Bladzijde 155. En luid erop is dat God heeft in elke kerk edelsteen. God heeft in het Nineveh edelstenen. Onder de katholieken bevinden zich vele gewetensvolle christenen. Die leven naar alle licht dat zij ontvangen. God zal zich voor hen inzetten. Dat zijn, want de mannen wisten dat hij van de Heeren aangezicht vloot. Want hij had het hun te kennen gegeven. En die mannen die vreesden met grote vrezen. Die begrepen wat er eerst een engelboodschap inhield. En ook in bladzijde 166 heb ik dat veelvuldig opgehaald voor u. Ik zal hem nogmaals erbij halen. Massa's mensen zullen op de oproep reageren. Massa's. Wanneer? Naar de zondagswet. Maar die adventisten die niet willen, dat ziet u dus ook daarboven staan in bladzijde 165. En staat al op bladzijde 164, lees dat nog eens goed door. Die zullen, de massa's van de zevende dag, zullen de derde engelboodschap niet begrijpen. Het licht dat de wereld met zijn heerlijkheid verlicht, zal als een vals licht genoemd worden. Dat zijn zevende dag. En dan ziet u ook onderin, in de onderste alinea, populaire predikanten zullen net als vroeger de fariseeën vervuld van boosheid, omdat hun gezag ter discussie wordt gesteld, de boodschap verwerpen als van Satan afkomstig. Zowel in de Adventkerk als in de Shadukemenekerk, moet je ook meenemen. Als in het letterlijk Israël. Ze zullen de massa die aan de zon vasthoudt aanzetten om de mensen die deze boodschap brengen te smaden en te vervolgen. En dan ziet u die massa zullen op een oproep reageren. Katholieken, protestanten, hun ijver gaat. Die mensen die voortijd waren geroepen, de zevende dagse adventisten, ver en verre voorbij. En ook sterren zullen vallen, als u dat verder leest in dat hele gedeelte. Lees voor uzelf, lieve broeders en zusters, nog één keer heel goed dit hoofdstuk helemaal door. De luide roep staat op bladzijde 155. Eindigt ook op bladzijde 168. Het zijn hele belangrijke hoofdstukken voor u. Besef dat. Dus dit is hier zo ontzettend gaande, dat mensen bijna niet meer kunnen beseffen
Hoe is dit toch mogelijk dat wij dit nooit hebben begrepen? Bijvoorbeeld. Hetgeen wat Jona hier allemaal profeteert. Dan willen wij met z'n allen, of wat Jona heeft beleefd en ook op heeft geschreven en wat dat als profetie inhoudt, zo moet ik het zeggen. Gaan we naar Schatkamer der Getuigenissen, deel 3. Schatkamer der Getuigenissen, deel 3. Want Jona was een voorbeeld voor de 144.000. Hij was een arbeider door God aangesteld, begrijpen wij, hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2, begrijpen we al, dat is het wachtmoment waar wij nu in zitten. Hij was gebonden met wier om zich heen en wij zijn gebonden met touw. En dan vinden we in bladzijde 303, welke arbeiders zijn nodig? Daar komt hij aan, daar komt hij aan. Want dat moet je heel goed beseffen, anders gaat u straks hoofdstuk 3 en 4 niet meer goed inzien. Groot en belangrijk werk is ons opgedragen en daarin zijn nodig verstandige, onzelfzuchtige mannen. Onthoud, onderaan in bladzijde 303 van Schatkamer der Getuigenissen. 3. Onzelfzuchtige mannen. Eerste horen moet starten. Mannen die begrijpen wat het betekent zich onzelfzuchtig te wijden aan het redden van zielen. Mensen die niet willen, die het horen wil, die hoort het. Die het niet horen wil, stopt er maar mee. Dat lezen we ook in de Bijbelstudies, profetenscholen. Dus stop daarmee. Ga daar niet mee door, want ze willen toch niet. Maar in de arbeid zijn geen mannen nodig, let op, die lauw zijn. Zevende dag staat het is lauw, die zenden. Want die kan Christus niet gebruiken. Mannen en vrouwen zijn nodig die een hart hebben voor het lijden van de mensheid. En uit wie er leven blijkt dat zij licht en leven en genade ontvangen en uitdelen. Die genade die ik van Jezus Christus heb gekregen om dit te mogen weten. Ontzettend diep de profetie mag begrijpen. Ik sta er elke keer nog verbaasd van. Ook met een Jona. Exact kunnen we dat uitleggen. Met Gods genade allemaal. Aan hem, alle lof en eer. Dat licht moeten wij uitdragen. En pas op, blijf bij dat licht. Ga niet shoppen en op de website met googlen. En ook wil die ook ons horen en die ook ons horen. Er zijn zoveel valse leraars momenteel. U kunt zeggen en schrijven, bijna niemand meer vertrouwen. En mijn opdracht is van God, Bijbel en geestprofetie, voor de rest geen boeken gebruiken. Dat hoort u mij ook altijd zeggen, of ik pak een stuk geschiedenis erbij. Wikipedia. Dus let op. Het volk van God moet in zelfverloochening en offeranden Christus dicht nabij komen. En zijn enige doel moet zijn de boodschap der genade aan de gehele wereld te brengen. Dat is het enige doel wat ik ook heb. Moet je ook hebben. Daar wordt u rijkelijk door gezegend. Sommigen zullen werken op dit gebied. Anderen weer op een ander gebied. Al naar gelang God hen roept en leidt. De zusters zijn ook belangrijk in dit werk. Maar u weet ook bij Noach, daar zijn zijn kinderen en zijn vrouw is gered door Noach zijn gerechtigheid. Moet je even meenemen. Zo diep ligt die gerechtigheid door geloof. Maar zij moeten allen samenwerken en er naar streven van het werk één volmaakt geheel te maken. Dus niet, dit doe ik wel even. Ik ben belangrijk. Pas daar voorop. Door het geschreven en gesproken woord moeten zij voor hem arbeiden. De boeken waarin de waarheid staat vermeld, dat zijn de geestenprofetieboeken, Oude Testament, Nieuw Testament en de geestenprofetie, moeten in verschillende talen worden vertaald en naar de einden der aarde gebracht worden. Mijn hart is zo vaak bezwaard, omdat zoveel die kunnen werken niets doen. Onvoorstelbaar. Ik snap dat nog steeds niet. Zuster White, de profetes ook niet en ik ook niet. Zij zijn een speelbal van Satans verleiding. Als u niets studeert en niets doet, wordt u een speelbal van Satans misleiding. Gegarandeerd. Ik heb zoveel mensen de diepte in zien gaan, is niet normaal.
Van elk lid van de gemeente, maar ook van de Chateau-Gemeenekerk, die staan gereed. De eerste drie hoornen zijn al vernoemd. Dat weet u. Eerste hoorn, Judalijn, tweede hoorn is de Manasselijn en de derde hoorn is de Efraïmlijn. We gaan volgend eredienst Psalm 60 vers 4 nog over zingen. Van elk lid der gemeente, en dus ook van Sion, die drie plus één hoornen, Jezus Christus is de plus één, van elk lid der gemeente dat kennis van de waarheid bezit, wordt verwacht dat hij werkt zolang het dag is. Want de nacht komt dat niemand werken kan. Binnenkort zullen we begrijpen wat die nacht betekent. Onvoorstelbaar. Daniel 12 vers 1. Een grote Jacobus benauwdheid als het niet is geweest. Vol droefheid moet de geest van God zich van de aarde terugtrekken. Hoort u dat? De geest trekt zich terug. De volkeren staan toornig tegenover elkaar. Openbaring 11 vers 18. Oorlogstoebereidselen worden op grote schaal gemaakt. Epidemieën worden al ingevoerd door vrijmetselaars. Onderschat dat niet, lieve broeders en zusters. Ga er niet te ver op in, maar het gebeurt. Dus al jaren zijn ze daar al mee bezig. Dat zijn oorlogstoebereidselen worden op grote schaal gemaakt. Hongerswaard, pestilentie. De nacht is op handen. Laat de gemeente zich opmaken om het haar opgedragen werk te doen. Iedere gelovige, onderlegd of niet onderlegd, kan de boodschap uitdragen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Oh, dat is zo moeilijk. Nee hoor, of ik heb geen tijd. Als je weet hoe vaak ik dat hoor, ik heb geen tijd. Mijn kindertjes, mijn auto, mijn baan, mijn werk. Ik moet nog. Ik kan zoveel voorbeelden noemen, lieve broeders en zusters. We hebben allemaal ja maar. Zegt u dat maar tegen uw geliefde Heer Jezus. Ik hoor het aan en het is ook gezegd tegen mijn geliefde Heer Jezus. U wordt verantwoordelijk gesteld met de dingen waar u mee bezig bent. Dus, want, heel aan het einde, bladzijde 305, lees dit voor de cel nog eens heel goed door, want de trouwe verknochtheid aan de waarheid, die moeten we hebben. De vertegenwoordigers van Christus moeten we zijn. Een heilig leven moeten we hebben. Allemaal die hoofdstukjes daarvoor. Geroepen om getuigen te zijn. Ieder een wachter. Het zijn allemaal uitdrukkingen. Kunt u allemaal diepzinnig iets van leren. En dan het laatste gedeelte van dit gedeelte. Welke arbeiders er nodig zijn. De tijd. Helemaal in het midden van het blokje. De tijd is God en onze kracht. En dan in het midden daarvan. De tijd vraagt een grotere doelmatigheid en een diepere toewijding. We leven nu in die tijd. Oh, dit onderwerp ligt mij zo na aan het hart, dat ik tot God uitroep, zend boodschappers uit die hun verantwoordelijkheid voelen. Boodschappers in wier harten zelfvergoding, dus afgoderij, die aan de wortel van alle zonde ligt, is gekruisigd. En dan gaat u lezen een indrukwekkend toneel. Wat is dat? In een nachtgezicht, enzovoort, enzovoort. Ik hoorde iemand zeggen, ja, die vuurballen komen uit de hemel. Die komen. En dan wordt dat schrikken voor de zevende dagsadventisten. Maar besef goed, lieve broeders en zusters, vooral ook in de adventgemeente, u kunt een Jona zijn en dan gaan we nog zien hoe u echt bent. God ziet dat en haalt dat allemaal naar boven toe. Of in het bijzonder voor, want de mannen wisten, die vreesden met grote vreesde God, die krijgen nog een enorme kans. En u beseft ook dat er een zondagswet komt, dat het lot geworpen wordt op diegenen, let goed op diegenen die als Jona zich hebben gedragen voor de zondagswet. Daar voor de zondagswet komen de vuurballen. Besef dat goed. En dan bent u aan de beurt, lieve broeders en zusters. Spijtig, maar dan gaat de genadedeur voor u dicht. Kunt u nooit meer bij de 144.000 zijn. Misschien nog een martelaar, maar ik vrees met grote vrezen dan al voor u. Omdat u hebt nagelaten om die geweldige mooie waarheid, net zoals Jona, niet hebt willen brengen en bent gevlucht
om die duidelijke waarheden die met name in de geestelijke profetie en met name in de laatste events staan opgetekend, om die te brengen. Dat Satan als een engel des lichts komt. En u moet dat volledig vanuit de Bijbel kunnen onderbouwen. Kunt u dat wel? Weet u wel hoe diep het verlossingsplan in elkaar zit? Aan u de keus. Wie wilt u zijn? Wat wilt u doen voor Jezus Christus? Hoe oprecht bent u in uw wandel? Terug naar die prachtige, mooie psalm. En dat is nu vers 8. Zie op mij in gunst van boven. Beseft u dat? Psalm 25, vers 8. Ziet u op psalmbod staan? Wees mij toch genadig, Heer. Moet wel blijken wie u bent dan op dat moment. Beseft dat goed. Hebt u een heilige wandel zoals een Henoch? Wilt u wel een Henoch zijn? Of wilt u een Jonas, een Jona blijven? Laten we samen zingen Psalm 25, vers 8. Voer mij uit mijn angst en noden. Vooral voor de laatste groep zevendedagsadventisten. Die toch nog beseffen wie ze moeten zijn. Maar ook in het bijzonder voor de Sjatekumenekerk. Die moeten allemaal nog mijn volk geroepen worden. Die moeten allemaal nog de waarheid leren kennen. Laten we de Heere zoeken in gebed met z'n allen. Lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus. We bidden voor al uw oprechte kinderen in alle kerken. Dat ze mogen beseffen dat ze allemaal nog een kans krijgen. Indien ze u willen vrezen, de eerste engelenboodschap, en u willen verheerlijken. Niet angstig zijn voor u, zoals Jona, weglopen, vluchten, of een Uria naar Egypte vluchten. Nee, angstig zijn is een totaal verkeerd begrip bij u. Vrezen houdt in dat we die zegen van u willen meekrijgen in alles wat we doen. Zo ligt het. Dat we weten dat u alles voor ons kunt doen. Beseften we dat maar wat meer. Kom met grote, grote kracht over al uw oprechte kinderen, lieve Heer Jezus. Ze zitten in alle kerken. Dat we straks één nieuw volk mogen worden. Een nieuw schip mag komen. En dat we gezamenlijk in dat schip, in Zion, die gemeenschap mogen treden, die nieuwe beweging die eraan komt, om die geweldige boodschap voor u te kunnen en te mogen brengen. En u mogen ontmoeten op de wolken des hemels.
Dit bidden we en smeken we van u, dat we met deze opdracht naar huis toe mogen gaan. Niet omdat wij het hebben verdiend, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Wij willen straks nog een laatste lied zingen. Ook zo'n mooi toepasselijk lied. Ik heb vele liederen die ik mooi vind. Hele mooie psalmen zijn er. Maar dit is een van mijn lievelingspsalmen. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Jona. Ja, de gemene kerk. Katholieke kerk. Evangelische. U mag alle kerken gaan invullen. Maak mij niet beschaamd, o Heere, Heere, Heere. Want ik kom tot u gevloten. Dat is de laatste kans voor deze mensheid nog. Maar eerst gaan we de inzameling doen. En dan kunt u ook in meewerken om Gods werk verder vooruit te brengen. En daarna gaan we nogmaals dit lied afkondigen. Ja, wij hebben vaders zoon aan boord. Het nieuwe Sion komt. Het schip waar wij in mogen. De gemeente Sion. En we gaan veilig aan strand. Veilig het beloofde land in. Laten we samen zingen Psalm 25 vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit nood, lieve Vader in hemel. En lieve God zal u en mij verlossing zenden. Geweldig. Op dat grote moment, daar verheugen we ons volgens mij allemaal op. Ik in Elvo en wel. En u weet ik ook zeker. Laten we daarom met z'n allen onze hoofden buigen om met een zegen naar huis toe te gaan. Laten we de hoofden buigen om een zegen van God mee te kunnen en mogen krijgen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.